Een nieuwe pas beëdigde en passievolle CARICOM Jeugd Officer van Suriname, CJ Wiebers. Om beter invulling te geven aan het CARICOM werk op jeugdniveau is er een nieuwe korps van CARICOM Jeugd Officers geïnstalleerd over de periode 2023-2025. Dit korps dient als ondersteuning naar de jeugdambassadeurs Matthijs Samuel en V. King toe voor realisering van de gestelde CARICOM-doelen op jeugdniveau. Wiebers zegt dat het vervullen van de CARICOM-doelen in combinatie met het uitvoeren van jongerenprojecten een eminente factor is. Het is daarom belangrijk dat jongeren zich committeren aan het doen van zulk werk. De jeugdambassadeurs hebben doelen voor zich gesteld en wij gaan ze, zeg maar, die doelen nastreven, net als gendergelijkheid, jeugdparticipatie en milieu. Jeugdwerk is ontzettend belangrijk. Bij mijzelf heb ik gezien dat ik ben al 5 jaar bezig met jeugdwerk. Ik ben in de Rotary, in de Rotary Kloppen Fresh. En ik heb gezien dat ik bepaalde eigenschappen van mezelf tot ontwikkeling heb gebracht. Net als leiderschap, projectplanning en ook communicatievaardigheden heb ik dan bij mezelf opgebouwd. Dus voor mij is jeugdwerk ontzettend belangrijk en ik raad iedereen aan om deel uit te maken van zo'n organisatie. Wiebers stelt verder dat door samenbundeling van verschillende factoren de jeugdparticipatie weer naar wens op gang gebracht kan worden. Er zijn verschillende instanties die zich daarmee belast zijn. Net als je hebt overheidsinstanties die zich daarop moeten focussen. Ook de ouders van de kinderen. De scholen vind ik ook dat zij hun deel moeten doen. En ook bedrijven van de ouders, bijvoorbeeld de werkgevers, dat zij dan ook projecten doen met kinderen van de werknemers. De jeugdofficer roept daarom alle jongeren op het verrichten van jeugdwerk weer op te pakken. Het is zaak dat we als jongeren werken aan het verbeteren van ons land en dat begint nu, aldus Wiebers.